welkom bij het Provinciaal Domein. Ja, sinds kort kan je hier komen zwemmen in SNR Olympia in Brugge. En dat is een provinciaal topsportbad en ook een subtropisch zwemparadijs. En dat allemaal dankzij onze provincie, want die heeft er zwaar op ingezet. En de bouwwerken die starten in 2013. En SNR Olympia is volledig klaar. En vanavond is er zelfs een grote openingsshow. Dus vanaf nu kan u sowieso naar hier komen om te zwemmen. Maar of zo'n zwembad nu echt al nodig is voor onze provincie, dat zullen we eens vragen aan de secretaris van de Zwemfederatie. En dat is Danny Uitersprot. Danny, de meisjes zijn nog volop aan het synchroon zwemmen. Ja. Allemaal heel spectaculair. En ook een spectaculair Olympisch topsportbad. Want het is echt wel mooi, toch? Hè? Ja, het is een prachtig bad. En ik moet eerlijk toegeven, wij zijn gelukkig. Ik ben zelf ondervoorzitter en secretaris van het provinciaal bestuur zwemmen van de provincie West-Vlaanderen. En wij zijn echt heel, heel tevreden met dit nieuwe zwembad. Ja, want u zegt het al, u bent de secretaris van de Zwemfederatie. Wat doen jullie precies als Zwemfederatie? Wij als provinciaal bestuur zijn wij de schakel tussen de Vlaamse Zwemfederatie, die zit in Gent en overkoepelt eigenlijk alle provincies, en de clubs, heel specifiek binnen onze provincie, binnen onze mooie provincie West-Vlaanderen. Wij zorgen ervoor dat onze zwemmers bijvoorbeeld provinciale kampioenschappen aangeboden krijgen. Die wedstrijden organiseren wij zelf. En alle beste West-Vlaamse zwemmers zijn daar altijd van harte welkom. Ja, dus dan denk ik dat jullie wel blij zijn met zo'n topsportbad als Zwemfederatie. Ja, dit bad is een pareltje. Wij waren al heel tevreden dat wij een Olympisch bad hadden. De vorige editie was een bad dat wij steeds gebruikten voor onze provinciale kampioenschappen. Maar met dit gaan onze zwemmers echt wel heel tevreden zijn. Dit voldoet aan alle normen. 10 banen. Ik denk dat heel weinig West-Vlaamse zwemmers, uiteraard de topzwemmers niet inbegrepen, maar heel weinig West-Vlaamse zwemmers hebben in een 10 banen wat al gezwommen. Dit gaat uniek zijn voor hen ook. Ja, en het is niet alleen die 10 banen, want ook de rest moet echt wel in orde zijn, toch? Ja. Automatische aantikplaten, de tijd die automatisch weergegeven wordt op een bord, zodanig dat ook het publiek optimaal kan genieten van de wedstrijd. Zij kunnen onmiddellijk na het aantikken van de zwemmer kijken wat zijn tijd is en gaan vergelijken met de tijd op het programma. Heeft hij beter gezwommen of heeft hij het iets minder gedaan? Hoe belangrijk is dat dan voor de topsporters die hier in de buurt wonen van dit zwembad? Ja, heel belangrijk. Zij kunnen trainen in een zwembad dat volledig conform is aan Europese, aan Olympische normen. En zij gaan dus perfect het gevoel hebben van in het Olympische zwembad, waar ze hopelijk records gaan verbeteren, te kunnen oefenen. Betekent dat dan dat we binnenkort misschien zelfs kunnen dromen om hier in Brugge Belgische kampioenschappen te organiseren? Ja, dat is de bedoeling. Het bad is conform, dus op dat vlak is er zeker geen enkele beperking. Bovendien zou het heel mooi zijn indien de provincie West-Vlaanderen, de stad Brugge, maar ook SNR, een Belgisch kampioenschap kan organiseren in de provincie, in het bad. Dit is echt wel een visitekaartje voor de provincie en voor iedereen die in deze provincie woont. Dus we kunnen stellen, zo'n zwembad dat voldoet aan de Olympische normen, zo'n provinciaal topsportbad, dat is echt wel nodig, denk ik dan. Dit is nodig. Wij zijn nog eens heel, heel tevreden dat we dit hebben. En we hopen dat in dit bad heel goede tijden neergezet worden en dat zwemmers hieruit kunnen voortvloeien om eventuele Europese en Olympische bestijden neer te zetten. Oké, dankjewel, Danny. Ja, en hoe dit zwembad tot stand is kunnen komen, dat zullen we eens vragen aan onze gedeputeerde voor infrastructuur en dat is Bart Nayaert. Dag gedeputeerde. Hallo Vincenzo. Ja, zo'n zwembad, zo'n provinciaal topsportbad is echt wel nodig. Mm-hmm. Maar de provincie heeft het wel niet zelf gerealiseerd, toch? Hè? We betalen meer dan 70% van de kosten van de realisatie en de exploitatie in de toekomst.
Maar het is niet onlogisch dat ook de stad Brugge bijvoorbeeld een stukje meebetaalt, want er zullen nog heel veel mensen van Brugge uit hier komen zwemmen. En die betalen ook 16% van de kost van de bouw en de exploitatie van het zwembad. Samen met Vlaanderen, die ook een beperkte bijdrage van 14% doet in de realisatie en de exploitatie van het zwembad. Ja, en ook de SNR-groep is erbij betrokken. Ja. Wat is dat dan, zo'n publieke-private samenwerking? Hoe werkt dat precies? Ja, de overheden samen betalen aan SNR een bedrag van 2,3 miljoen euro. En daarvoor moet SNR het gebouw bouwen. Dat is nu klaar. En daarna moet ze het ook exploiteren. En bovendien moet ze ook zorgen dat de mensen die hier komen zwemmen, dat die prijzen vrij democratisch zijn. Die zijn laag om sportbad te gebruiken, om baantjes te zwemmen. Die zijn wat hoger voor het recreatieve gedeelte, maar al bij al zijn die, doordat de overheden mee subsidiëren, lager dan dat het een puur private organisatie zou zijn die voor alles moet de financiering zoeken. Dus er zal dan 30 jaar lang betaald worden, gesubsidieerd worden? Ja, inderdaad. Dus de bedoeling is dat het minstens 30 jaar meegaat uiteraard, zo'n zwembad. Dus de overeenkomst gaat 30 jaar lang voor het betalen van datzelfde bedrag, geïndexeerd door voornamelijk de provincie, maar ook de twee andere overheden. Wat er mij ook opvalt, is daar is er ook een subtropisch zwemparadijs en een topsportbad. Ja, het is een beetje een vreemde combinatie, toch? Hoe zit dat precies? Ja. Zelfs als je hier op een heel drukke zaterdag namiddag zal komen, ben ik ervan overtuigd dat er veel meer volk in het recreatief gedeelte zal zitten dan in het sportgedeelte. Als je met het gezin wil gaan zwemmen, dan willen de kinderen vooral in die wildwaterbaan zitten, dan willen ze in dat golfslagbad zitten, dan willen ze in de familieglijbaan zitten, dan willen ze in al die toffe belevingsattracties zitten. En niet zozeer baantjes zwemmen, dat is meer voor de papa en de mama misschien afwisselend, maar de kinderen die willen vooral daar zitten. Dus om veel volk naar hier te brengen, en het daardoor ook betaalbaar te houden, heb je dat recreatief gedeelte nodig. Ja, dus dat is de reden waarom dat er is. Ja, dat is een conditio sine qua non geworden om het een beetje betaalbaar te houden. Want dit sportbad kost eigenlijk veel meer dan het recreatief gedeelte. Maar om de exploitatie rond te laten draaien, heb je ook het recreatief gedeelte nodig. Voor de inkomsten uiteraard van de mensen die hier komen zwemmen. Dus dankzij dat subtropisch zwemparadijs kan iedereen op een betaalbare manier komen zwemmen hier in SNR Olympia en Brugge. Ja, dus enerzijds kan je genieten van het subtropisch zwembad en anderzijds wordt het sportbad daardoor betaalbaar. Oké, gaan we samen eens gaan kijken? Ja. Het is echt leuk, dit subtropisch zwemparadijs. Bedankt om mij eens mee te nemen. We gaan zo meteen nog verder zwemmen. Maar dit is het einde van deze aflevering van het Provinciaal Domein. Weet dat je alle afleveringen, zelfs deze, kan herbekijken via westvlaanderen.tv. En ik heb een tip voor u. Kom zeker eens zwemmen hier in SNR Olympia in Brugge, want vanaf nu is het open voor iedereen. En als je het eens gratis wil uitproberen, dan moet je nu goed kijken. Wij gaan er vandoor. Aan de kijkers van het Provinciaal Domein geven we 10 gratis duo-tickets weg. Mail naar het provinciaaldomein@westvlaanderen.be en misschien bezoek je het gloednieuwe subtropisch zwembad in Brugge gratis.